Knol Power. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb een heerlijk ontbijtje gemaakt. En ik heb even mijn badjas aangetrokken, waarvan ik helemaal niet meer wist dat ik hem had. Ik kwam hem toevallig tegen en ik dacht, oh, dat is best wel lekker om aan te doen in de ochtend. Ik heb hier mijn heerlijke koffie, ik heb hier mijn heerlijke melk in zitten. En ik had gewoon echt heel erg veel zin om broodje te eten met chocopasta. Oh, dat blijft toch echt mijn favoriet, denk ik wel. Enzo! Ben je wakker? Ben je er klaar voor? Nu ben ik wel wakker. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb je gemist, man. Je bent er weer. Yay! Yay! De eerste paar dagen van stage van Enzo zijn wij naar de speelgoedwinkel geweest. En hebben wij wat speelgoed gekocht. Logisch, dat doe je daar namelijk. Een paar dingetjes daarvan zijn slijmproducten. En nu heb ik niet zo heel veel gedaan met die slime hype. Maar ja, ik zag dit liggen en ik dacht, nou, laten we het toch maar meenemen en we gaan gewoon kijken wat het is. Als eerste heb ik hier een Putty XXL. En daar, volgens mij is dit gewoon al kant-en-klare slijm. Want als ik het ga maken, dan gaat het sowieso fout. Dus ik dacht, waarom koop ik het niet kant-en-klaar? Ik ben ook benieuwd of het ruikt. Nou, slijm, denk ik. Maar hoe ruikt slijm? Waterig. Ja? Waterig en pak een mes. Goeie tip, Enzo. Laat ik hiervoor een klein mes pakken. Huh? Ik ga gewoon mijn hand erin. Oh, dit is helemaal hard. Wow, huh? Je had geen geduld, hè? Je moest het gewoon aanraken. Oh, maar het is niet echt slijm. Slijm. Hoe zei je dat? Het is niet echt slijm. Ik dacht dat het heel vloeibaar was. Wow! Gast! Dat ruikt naar lijm, of niet? Oh! Oh! Nee. Dat doet slijm toch? Oh, de hele keuken zit eronder. Nee! Dit meen je niet! Wat is dit voor shit? Wat is dit? Maar dit had toch ook nooit gewerkt met dit? Nee, maar dit hoort niet bij dat. Oh. Nou, dat ging niet helemaal zoals gepland. Maar laten we hopen dat dit product wel gaat werken. Dit is dus een slijmpistool. Nou, zoals je ziet, die jongen heeft er heel veel plezier in. Het is precies voor onze leeftijd. Ja, bijna. En ik heb straks ook een hele leuke stageklus voor je en zo. Je weet vast al wat dat is. Nee, mag je bij helpen. Hey, gooi dit. We gaan het samen doen. Yes. Maar eerst nog dit pistool even uittesten. Altijd die tie-rippies waarmee ze die producten vast hebben zitten. Ik hoop echt dat dit beter uitpakt dan dat andere slijm. Wow, dat is wel cool. Hier heb je dikke ammo erbij. Echt, hè? Gadverdamme, gast! Wat? Hier zit ook nog wat. Oh mijn god, dit is gaan lekken of zo. Ik koop natuurlijk iets wat echt kapot is. Ik denk dat er al zo'n zakje open is gegaan per ongeluk. Ik heb allemaal smurrie aan mijn vingers. Oké, we hebben hier allemaal zakjes. Ja. En volgens mij moeten we met deze zakjes het slijm maken. En dat vul je dan hierin en daarna kan je dat afschieten. Meestal gooi ik die beschrijving weg, maar ik denk dat ik het nu wel eventjes moet lezen. Hoe opnieuw de tank vullen? Giet de inhoud van één pakje slijm in een droge tank en vul de tank met water. Voor de beste resultaten wacht 10 tot 15 seconden. Oh, holy shit, ik schuif het er zo uit. Alsof ik het wist. Oké, dan scheuren we dit open. Ik denk dat het een soort van poeder is, maar we gaan het zien. Huh, het is gewoon wit. Hè? Dit is zo'n klein zakje. Maar dit is wel gewoon kleur, hier. Ja, dit gaan we straks gebruiken. Maar slijm hoort ook eigenlijk groen te zijn, toch? Maar moet ik deze serieus helemaal vullen met water? Ik zal er nog een zakje bij doen, voor de zekerheid. Nou, we proberen eerst dit wel. Oké, we gaan het vullen. Wow! Dit is vet, gast. Het verandert in één keer van kleur. Stop. Ja, ik weet niet hoeveel. Dat stond helemaal niet op die verpakking. Ik denk schudden of zo. Waarom lekt dit ook weer? Wat is dit? Oh, dit is slijmerig. Ja, het is ook slijm. Hey, zal ik eens proberen te schieten? Ja. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Oh nee. Ah. Je staat er alweer in. Ja. Oké, ik ga hem herladen.
Zo, en dan schiet ik wel in dit bakje. Oh, waarom zou je dit doen? Überhaupt? Het is nu te waterig, maar ik denk wel dat het... Ja. Oh nee, dit is precies goed. Dit is echt gewoon... Het is super slijmerig. Gast. Ja, ik denk dat het goed is. Oh, ik ga dan nog ietsjes meer doen. Gast, als je dit op iemand spuit, dit doe nasty. Ja, gast. Hier, moet je eens meekomen. Ik ga dat nu over mijn hand doen. Je ziet wel een beetje dat het slijm is. Zie je dat? Ja, gast. Maar weet je wat we doen? We doen gewoon al die zakjes erin. Ja. Ja, toch? Zijn we er ook meteen vanaf. Het ziet een beetje nasty uit. Oké, ik heb hier een nieuwe tank. We gaan al deze zakjes gaan we erin doen, oké? Knip ze gewoon allemaal tegelijk. Oeh, dat is slim. Oeh, dat is slim. Oké, daar gaan we. Oh, het werkt ook nog. En dan allemaal erin. Dit is wel echt veel. Ik weet niet eens of het eruit gaat komen. Ja, omdat het misschien zo dik wordt. Ja. Het kan ook nooit volgens het boekje, hè? We moeten het altijd extreem. Oké, alles is uit de zakjes. Welke kleur zou het worden? Wacht. Welke kleur zou het worden? Ja, ik denk gewoon groen. Of waren het allemaal kleurzakjes? Het waren allemaal kleurzakjes. Serieus? Ja, volgens mij wel. Oké, dan gaan we. Wow, het is aan het schuimen. Dat is niet normaal. Zo. Het is heel dik volgens Wat? Mij. Oeh, ik moet even schudden, denk ik. Hij gaat ontploffen. Nee! Wat gebeurt hier? Schudden, schudden, schudden. Oh! 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 Gast! Wat? Wat gebeurt hier? Wow, moet je voelen? Oh! Godverdomme! Oh nee, het zit op je muur. Gast, er kwam zoveel druk op te staan. Godverdomme, niet mijn muur! Nee! We hadden het ook allebei gewoon niet verwacht. Nee! Wat de heck? Oh, kijk die hele kraan! Ja, joh. Moet je die hele kraan zien, joh. Oh shit! Godverdamme! Maar het is ook echt gewoon vies. Ja, kijk dan hoe die slimy is. Gelukkig kwam die kwadder niet op mij. Zo, dat is mooi geweest. Zo op de camera. Godverdamme, maar kunnen we dit nu nog wel gebruiken? Hier, waar is de dop? Oh, hier. Zo, dat was de beste knal, joh. Ja, wat is dit? Ik schrok ervan. Ik had het echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Nou, wij laten zien wat je niet moet doen met dit. Staat vast op de gebruiksaanwijzing. Nee, ik kon het niet vinden. Hey, ik neem even afstand. Ja, we hebben het gewoon verpest, gast. Ja, er is niks meer van te maken. Nee, joh. Hey, gelukkig hebben we zo'n hele grote dikke keukenrol gekocht. Dus dat moet goed komen. Oh, ik hoop niet dat het een hele groene vlek af gaat nemen. Denk het wel. Oh my god. Ja, het is dat ik op mezelf woon, maar mijn moeder had me vermoord, jongen, als dit in haar keuken gebeurde. Oh, kijk, dit zijn die vier verschillende kleuren. Ik kreeg het bakje niet open. Oh shit! Oh shit! Oh, er is één zakje open gegaan. Kijk, het doosje is wel open. Oh ja, nee, dat is fijn. Kijk, we hebben groen, we hebben oranje, we hebben blauw en we hebben geel. Allemaal bij elkaar doen? Ja, waarom niet? Eerst de blauwe. Hoppakee. Dan de oranje. Dan de gele. Hoppakee. En dan als laatste de groene. Zo. Oh, dit ziet er wel vet uit. Die gaan we dus mixen. Al die kleuren. Past een beetje bij je mooie kleurtjes er. Ja, hè? Ja. Oké, okay, kom erbij. We gaan het weer doen. Oh, nee. Oké, okay, daar gaan we. Oh, dit ziet er rustig uit. Ja, hopen we. Dit gaat rustiger, inderdaad. Zal ik nu alvast schudden? Ja. Dan doe ik er niet zoveel water bij als de vorige keer. Oh, dat lijkt... Hij neemt de afstand. Ja, gast. Wow, maar dit is pas slijm. Het lijkt op mosterd, joh. We gaan met mosterd schieten. Nee, maar dit is pas slijm.
Ik denk dat als ik nu ga schieten, dat het echt heel ranzig is. Oh, kijk dan! Gast, dat lijkt wel snot. Kijk dan! Achoo! Gast. Vies, ouwe. Ik denk dat hij iets te dik is. Ik denk het ook. Ik denk dat we er meer water bij moeten doen. We hebben hem nu al gesloopt. Ik denk dat er een beetje poeder verstopt zit erin ofzo. Ja, ja, gast. Holy shit. Hier zit het allemaal vast. Ja. Nou, het snotpistool is kapot, mensen. Dat was het voor het slijm. 2 hours later. Het is ons gelukt. Alles is opgeruimd en we hebben het met z'n tweeën gedaan. Yeah! Goed gedaan van ons. Wow, je was echt veel te enthousiast. Maar dat was wel even een leuk avontuurtje. Enzo en ik hebben samen nog veel werk afgekregen. En dat is maar goed ook, want morgen is de grote dag. Oh. Morgen, dames en heren, dan ga ik mijn auto ophalen. Oh, ik ben zo benieuwd en ik denk dat jullie ook niet kunnen wachten. Super tof, hype. Ik zie jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zie ik jullie morgen om 4 uur. Vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, knol power!